En de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, betreurt het dat er schade is toegebracht aan een van de glazen deuren van het hoofdkantoor aan de Kafilodistraat. Deze schade werd aangericht tijdens de demonstratie van leerlingen en leerkrachten van het ACI. De demonstratie werd geleid door de Bond van Leraren onder leiding van Wilgo Valies. In een persbericht meldt het Nationaal Informatie Instituut dat de politie eraan te pas is gekomen en dat de schade verhaald zal worden op de BVL. Ook vindt het ministerie dat er sprake is van wangedrag dat niet thuis hoort bij opvoedkundigen. Tijdens de persconferentie gisteren weerlegde Valies echter de beschuldigingen van het ministerie. Deze beschuldiging, als zouden zij zich hebben misdragen, dat zij goederen van het ministerie hebben kapot gemaakt. Dames en heren, burgers van dit land, dat is pertinent niet waar. En het is goed dat er beelden zijn gemaakt door een van onze media, door een medium gedaan, waaruit duidelijk men kan zien dat die leerlingen op geen enkele wijze schade hebben toegebracht aan goederen, of zo je wil, van het ministerie van Onderwijs. In die beelden kun je duidelijk zien dat ze, om hun frustratie te uiten, dat ze inderdaad tegen de muur hebben geslagen, maar dat we, of tegen het glas hebben getikt, of in elk geval geslagen, zonder, want als ze werkelijk zo tekeer zouden gaan, dan zouden we dat glas moeten hebben begeven. En dat is geen sinds het geval. Wat er werkelijk is gebeurd, en dat hebben mensen gezien die daar waren, dat er een, in elk geval een burger tegen het glas met zijn knie is aangekomen, waardoor er een scheur is gekomen in het glas. Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren, over de beschuldiging van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Tijdens de demonstratie van leerlingen en leerkrachten van het ACI is er schade toegebracht aan een van de deuren van het hoofdkantoor. In het persbericht geeft het ministerie ook aan dat de ontmanteling van het instituut onherroepelijk doorgaat.